Hallo, ik ben Jan Willem van voorbed.nl en in de volgende videoles gaan we kijken naar een aantal voorbeelden van vervalreacties. En vooral hoe kun je Binance tabel 25 gebruiken om dit op te lossen. Goed, ik heb al een paar mogelijkheden op het bord gezet. We beginnen met het verval van zwavel 35. En als we zwavel 35 hebben, dan is stap 1, je pakt je Binance erbij en je zoekt tabel 25 op. Dat is de basis van het geheel. Dan ga je kijken, zwavel heeft atoomnummer 16. Soms dan staat dat er niet bij, dan moet je dat zelf eerst uitzoeken. Ik heb er expres bij gezet. En bij 16, bij zwavel 35, zien we staan dat hij beta-min straling uitzendt. Dus we kunnen zeggen, bij het verval ontstaat er beta-min straling, wat een elektron is. En er zal een stof ontstaan die evenveel deeltjes in de kern heeft. Want bij beta-verval verandert het aantal kerndeeltjes niet. En die één proton meer heeft, want één neutron wordt een proton. Volgende stap, je pakt je Binance en je gaat kijken van, goh, 17 protonen. Dan is het chloor. Goed. Tweede voorbeeld, natrium 24. Ga ik even kijken. Natrium 24 is er ook één en daar staan wat meer dingen in je Binance ook. Er staat namelijk een elektron. En daar staat gammastraling. En er zal natuurlijk nog een stof moeten ontstaan. Nou, die gammastraling die ontstaat wel. Dat is mooi om te weten dat die er is. Maar daar hoef je in het verdere nadenkwerk in dit geval niks mee te doen. Je kunt namelijk alleen maar, of je hoeft alleen maar uit te gaan van de beta-straling die er vrijkomt. Dat zijn namelijk wel deeltjes. En wat we dan aan deeltjes hebben, of wat er weer ontstaat, zal weer 24 kerndeeltjes hebben. Zal 1 proton meer in de kern hebben. En dan hebben we dus atoomnummer 12. Dus we hebben magnesium. Palladium 231. Ook weer hetzelfde verhaal. Je gaat eerst opzoeken waar staat palladium. Staat bij nummertje 91. En dan zie je dat er alfastraling vrijkomt. Als er alfastraling vrijkomt, dan komt er eigenlijk een heliumkern vrij. Ik zet expres even de ladingen niet bij. Die zijn in dit geval wat minder interessant. Maar we hebben hier een heliumkern die vrijkomt. En als er 4 kerndeeltjes vrijkomen, dan zal de 231 waarmee we begonnen, zal af moeten nemen. En 231 min 4, 227. 91 protonen, een heliumkern heeft 2 protonen, daar gaan dus 2 van af. Dus 227, 89. En dan gaan we bij 89 kijken en dan komen we op een stof met de afkorting AC uit. Ik heb de laatste nog even opgezet, want dit zijn eigenlijk voor de HAVO de standaard dingen die je zou moeten kennen. Maar af en toe heb je van die gemene, bijvoorbeeld kobalt 60, die zat een paar jaar geleden ook in een eindexamen. En die kobalt 60, die vervalt gewoon zoals je het zou verwachten. Ik zoek hem er even bij. Kobalt 60 zendt weer, of zendt beta-straling en gamma-straling uit. Dus daar hebben we een elektron van de beta-straling. Daar hebben we een foton, maar ik schrijf hem gewoon even op als gamma-straling. En we hebben een andere stof die ontstaat. Nou, gamma-straling doet niks met kerndeeltjes. Beta-straling doet ook niks met kerndeeltjes, dus we houden er 60. Maar we hebben
27 kerndeeltjes, of 27 protonen. En 1 neutron wordt weer een proton. Dus we hebben 27 plus 1 is 28 protonen. En als we dan gaan kijken, dan komen we uit op 60, 28 nikkel. En afhankelijk van de versie van Binas die je hebt, ik heb een geweldige oude klassieker. Dus ik heb echt zo'n ding waarvan je denkt van waarom loopt hij ermee rond? Nou, ik heb hem al jaren, ik vind hem leuk, ik vind hem lief en alles wat ik wil staat erin. Hier stond nikkel 60 nog in. In de modernere Binas staat nikkel 60 schijnbaar soms niet in sommige drukken. Als je dus dit eruit krijgt, dan moet je niet gaan nadenken van goh, hij staat niet in mijn Binas, dus hij bestaat niet. Nee, je moet denken van hij staat niet in mijn Binas, dus misschien moet ik er eens een ander tabel of een andere tabel erbij pakken. En misschien vind ik hem daarin terug. Of je denkt van nou, ik zit op mijn examen, ik krijg dit eruit, ik weet het 100% zeker. Ik laat het staan, want in het Binas, het is maar een klein dun boekje, daar staat niet alles. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeheer.nl. Ik hoop dat je iets aan deze uitleg hebt gehad. Bedankt voor het kijken.